Indien het! Yeah, 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 boys! Het is je boy, rechtstreeks op je beeldscherm en hij weer een Franse pannenkoek in zijn net! Eng! Goedemiddag, dames en heren. Jawel, jawel. Het is je boy rechtstreeks op je beeldscherm. En kijk eens wat hij heeft weer, man. Een Franse pannenkoek. Ik ben blij. Waarom? Daarom. Die vraag kunnen jullie zelf wel waarschijnlijk beantwoorden. Het was echt weer een vecht tussen mannetje. Ik heb deze van een stek waar meerdere vissen vanaf komen. Tussen inleggen en 2 uurtjes wachten, 1,5 uur max. En dan begint hij weer te schreeuwen als een maloot. Nou, ik ben er hartstikke blij mee. En kijk eens even, jongens. Franse pannenkoeken, man. Ik heb al een dikke spiegel gevangen. Maar deze vissen zijn ook meer dan welkom, hoor. Al moet ik 10 keer opstaan vannacht. Ik doe het gewoon. Ja, en wat ik wil zeggen is, ik ben hartstikke blij. Ik wil even een paar shout-outs doen. Sowieso een shout-out doen naar mijn boy Benny Basso. Je weet wel, Bassie breekt wel je nek. Ik weet dat je aan het kijken bent, man. Deze is voor jou, jongen. Je ziet dat de boy gaat alleen van goud. Zelfs in Frankrijk blinkt hij niet. Nou, ik ga deze weer snel terugzetten. Dan kijken of ik er nog eentje kan vangen. Water. Goedenavond, boys en girls. Ik ben bij het Grote Meer. Dit is het Great Lake. Hier zwemmen enge vissen, man. Sommige mensen jagen hier op 1 vis heel hun leven. Ik kom even toevallig kijken, want ik zit hiernaast. En wie kom ik tegen? Peter, man. Kijk hem eens. Alles goed, jongen? Lekker. Ja? Jou ook. Ja, toch? Heb jij wat vis mogen vangen? Ik heb wel mooi gevangen, ja. Oké, lekker, lekker. Dus het gaat hier goed? Het gaat lekker. Ja, dat... Niet veel vis, maar wel plaatjes. Plaatjes van vis. Dat hoor ik graag, man. Nou, jongens, als het me lukt, plak ik er even een plaatje tussen. Want deze jongen vangt vis hier, man, op Great Lake. Eng. Yes. Wil je nog een groet doen aan iemand? Doe ik de groet aan David van Rotterdams Visaas. David van Rotterdam Visaas? Jawel, jawel. Je hoort ze kellen. Ze komen naar jou toe, man. Nou, zak vanaf hier. Water. Rustig. Hoi. Ja, ja, jongens. Goedemorgen. Jullie kunnen het al zien. Het weer is helemaal ongeslagen. Van 30 plus graden gisteren naar regen en onweer. Maar we mogen niet klagen. Wat is dit? Geen hengels op de steunen? Dan weet je hoe laat het is. Nou, de boy gaat even zijn hengels uitvaren. En dan ga ik misschien nog even snel een half uurtje liggen. En dan probeer ik weer even een visje te pakken. Kijk eens hoe mooi het hier is, man. Ik wil nooit meer naar huis. Nooit meer. Maar dan ook nooit meer. Sorry, man, Nick. Kom je ook hier naartoe? Kijk wat ik hier heb op je beeldscherm. Een vis. Je denkt in Frankrijk vang je alleen maar bakken. Nou, we hebben 18 kilo gevangen. We hebben 20 kilo gevangen. Maar dit soort jongens, die vang je ook gewoon hier, hoor. Maakt allemaal niet uit. Want over 10, 15 jaar is het ook een monster. Maar ik ben er gewoon hartstikke blij weer mee. Mooie vis. En ik wil nog even een paar shout-outs doen. Sowieso een shout-out naar Harry Haak. Die ligt waarschijnlijk weer plat ergens. Of ze hengel aan het uitvaren. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Een shout-out naar Benny Basso. Die is ook in de buurt. En een shout-out naar Jaden. Want dat is een klein karpenvissertje uit de Brielen omgeving. En hij is een jongen om in de gaten te houden. Hij is bezig met zijn YouTube kanaal. En binnenkort als hij een paar goede filmpjes online heeft, ga ik even zeggen van dat jullie even moeten gaan kijken. Want hij doet enge dingen. Nou, deze rakker mag weer terug. En dan gaan we kijken of ze nog meer vis kunnen vangen. We zitten gewoon al op 18, 19 vis in 2 dagen. We gaan lekker, man. Water. Heel de dag is je boy aan het harken, man. Noem me harken maar zijn boys. De boy balt het gewoon erin. Hengeltje van de steunen, vis in het net. Hengeltje van de steunen, vis in het net. Zo gaat dat, jongens. Zo. 2 Franse pannenkoeken hier zo. Deze laat ik als eerste gaan. Zie je me goed, Bassie? Ja, natuurlijk. Mooi pareltje. Gehaakt door Harry Haak deze. Helaas heb ik hem niet zelf mogen haken, maar kijk eens. Pareltje, man. Hij mag gaan. Check deze eens eventjes.
mooie spiegel. Doe me gewoon in Frankrijk even. Wacht maar. Hij wil niet zo. Bakko, hè? Jawel, jawel. Hij is gewoon bijna langer dan de mat zelf. Hoe dan? Prolijn, jullie moeten een grotere mattenbak maken, man. We vangen op enge dingen hier zo. Eng! Overal eilanden, mensen. Overal eilanden. Kijk eens wat voor gekke dingen hier zo. Ziet er echt mooi uit hier zo, hè. Dit soort wateren wil je toch eigenlijk elke dag vissen. Nooit meer naar huis. Sorry, Nick. Ik kom nooit meer naar huis. Later. Jawel, 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 dames en heren. Kijk eens even hier wat we hier hebben. Goud. Goud van het Franse putje. Ik heb er geen woorden voor, man. Ik ga hem opdragen. Ik ga hem opdragen aan mijn twee kleine jongens. Jaden Prins, Tyler Prins. Lola, kap met die dingen, man. Kap met die dingen. Gun het. Gun het. Geweldig, man. Kijk eens even. 50, zeg nou zelf. Bang. Bakken, man. Bang. Bakken. Ik hou van jullie, jongens. Deze was voor jullie. Hij gaat weer terug. De mazzel. We gaan naar huis toe. We hebben genoeg gevangen. Het is klaar, over. Ik ga jullie wat moois laten zien. Kijk eens even, wat een bak. Ik hoop dat we hier over een paar jaar nog terugkomen en deze op een mooie gewicht mogen vangen. De vis heeft een naam gekregen. Tyler, daar gaat hij, jongens. Kijk eens even. Prachtig, prachtig. Dit is het leven, man. Ik wil nooit meer naar huis. Dit is het leven. Ik ga hem laten gaan, jongens. Let's go. Ja, ja, jongens. Het was een geslaagde sessie. Bassie was erbij. Harry Haak was erbij. De boy Blanky was erbij. We hebben gewoon 20 vissen gevangen in 2 dagen. 4-5 vissen gelost. Dat is heel jammer. Het wier staat alweer heel hoog, maar kijk eens. We hebben de boot. De mat, alles lekker netjes achtergelaten. Nu mochten we gebruik van maken. Dankjewel. Kijk het water even hoe het erbij ligt. Ik vind het echt erg dat ik naar huis toe moet. Maar ja, er moet ook gewoon gewerkt worden. Maar ja, hoe harder we werken, hoe sneller we weer terug kunnen komen. Kijk hier, Harry Haak nog even in beeld. We hebben genoten, maar kijk eens even. Let's do it, man. Misschien heeft deze smuffels wel geholpen. Gewoon 20 vis in 2 dagen. Eng, man. We waren lekker bezig. Kijk het water even, man. Eng, helemaal helder. We weten niet naar huis. Daarom, misschien. We gaan terug naar Rotterdam, man. Terug naar de hometown. Echt, volgende week weer. Later.